Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Record. We zijn op de vierde verdieping, zij gaat een fetisch-trekje die ze niet heeft. Geen idee wat ze aan het doen was, echt totaal niet. Maar we zijn in ieder geval op de vierde verdieping. Dat is het belangrijkste, is nou audiolog, kijk aan. En dit ziet er super gezellig uit. Lasers, yay. Nee, die lasers gaan allemaal in volgorde volgens mij. Zo bekijken, je hebt eerst die, daar kun je overheen springen, daarna bij de lul. En dan die. Okay. The truth is, Jewel, I had to call in my last favor with the mandate comms team to get this message to. Gaan ze even wachten en nu. But that breakthrough I needed. Kom ze maar. Hop. Oh. I'm sending the results to the evacuation fleet along with this message. I can't say more about it. I don't know who I can trust. Maybe not even Julius. Okay. Komt goed. Dit is spannender dan ik dacht. Komt het ding nog terug voordat wij daar zijn? Het ging helemaal goed. Nu gelijk al een arena fight. Damn. Oh, hè? Ik heb er weinig zin in, moet ik zeggen. Ik begin die arena fights een beetje zat te worden. Hoe raar het misschien ook klinkt. Maar ik vind die puzzels, zeg maar, dat vind ik allemaal nog wel prima. Ik vind het nog wel leuk, maar die arena fights worden een beetje, eentonig en saai. Het komt omdat de combat eigenlijk vrijwel de hele tijd hetzelfde is. Dus, dan voelt het ook wel redelijk snel hetzelfde aan misschien, maar... Ik weet niet. Dash. Ze hebben nu wel geprobeerd een beetje gevarieerd te houden door dat ding erin te flikkeren. Dat muurtje wat het erin weer gaat, maar... ik weet niet hoe goed dat werkt. Come on, Mac. Sla hun op hun bakjes. Dat er dan fucking kutvliegjes in de lucht, fuck off. Oh, ik had een instant extract. Helemaal perfect. Come on, Mac. Kom op. Dakring moet ook nog steeds neer. Ga neer, kutting. Ontplof. Oké, wacht tot hij open gaat met zijn bakjes. Die kan nog. Yes, oké, die is ook neer. Zijn we al klaar met de arena fight, alsjeblieft? Nope. Oh, instant extract. Ideaal. Oh, fuck. We zijn nog lang niet klaar. Helaas. Oeh. Ik sprong echt net op het goede moment. Yay, Seth is level up. Woehoe. Nou is iedereen blij. Oké, die is ook dood. Lekker bezig, Mac. Lekker bezig. Zijn we alsjeblieft klaar? Nee, nog niet. Oké. Ik ben heel benieuwd. Ik neem natuurlijk een heel eind van tevoren op. Ik weet al dat er gewoon vrijwel geen hond deze serie kijkt. Omdat het een onbekende game is. Wat ik nog steeds echt super jammer vind. Maar ja, daar kan ik helaas niks aan doen. Ik zou het heel graag willen veranderen. Maar dat lukt gewoon niet. Je kunt mensen verplichten. Alleen je moet hopen dat mensen een beetje... verstand kweken af en toe. En wat openstaan van andere zooi. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Maar om terug te komen op het punt wat ik eigenlijk wil maken. Ik ben benieuwd hoeveel van jullie nu echt denken van... fuck deze fights. Net zoals mij, zeg maar. Ik denk echt van, deze fights zijn een beetje meh. Een beetje afgezaagd aan het worden. Dat jumpen is echt nog wel leuk. Dat vind ik echt nog wel leuk om te doen. Omdat het elke keer nog wel weer anders aanvoelt. Maar die fights voelen echt nog steeds... de hele tijd zelf aan. Oh wauw, ik spring er tegenaan. Waarom ook niet, hè? Oké, Mac, geef maar het goede voorbeeld. Je kunt het. Oké, hier overheen, hop hop. Shortcut. Wat is hier de bedoeling? Eroverheen? Oké. Perfecto, geen probleem. Checkpoint erbij en weer naar een nieuwe arena fight. Yay. Of niet? Nee, nog niet eens. Goddank. We hebben nog meer puzzels. Yeah. Overheen. Au, 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 au. Ik denk dat ik weet hoe we deze moeten doen. Dat is een lastige, maar ik denk dat ik weet hoe. Dat is hier springen. Dan eroverheen. En dan vervolgens... Oh, kut. Oh, dat werkte. Soort van... En toen vlogen we de lucht in. Dit was niet hoe ik het bedoelde eigenlijk. Maar maakt niet aan. Geen probleem, joh. Het werkt uiteindelijk. We zijn als het goed is bij een checkpoint. Mag ik hopen. Nope. Oké. Okay. Oh jawel, toch wel. Goddank. Wat ik bedoelde was eigenlijk gewoon via onderspringen en dan erop landen. Maar de game had blijkbaar andere plannen met ons. Helemaal prima. Deze laserballen zijn wel super easy, moet ik zeggen.
Ik hoef het platform niet eens te gebruiken. Fuck off platform. Zie, dit is echt super simpel. Nu wordt het lastiger. Nu moet je al die fucking dingen aanraken. En hopen dat ze je niet nakken. Oh, kut. Of dat die shit gebeurt. Au. Want dat is ook een probleem. Oké, daarop schieten. Ik denk dat hij zo terugkomt. Oh, dat kwam die ook. Holy crap. Dat was heel dicht in beeld. Jij bent in de arena waarschijnlijk. Ga wel zeker. Nee, nog niet. Yes. Die game heeft mij gebeden verhoord. Normaal na een paar trapjes dan waren we er al wel, man. Dit is ook wel heel awesome gedaan. Het is echt wel heel leuk bedacht. Dat je het op die manier moet doen. Fuck jou. Maar, wacht even. Dan moeten we ook tegelijkertijd timen, anders komen we daar niet. Oh my god. Dus we moeten eerst deze. Dan die. Oeh, daar hebben we trouwens wel een arena fight. Dat was nog maar weer net. Dat blijft gezegd worden in deze game. Sowieso, dat was nog maar net. We hebben hier nou echt gewoon muurtjes. Daar kan ik gewoon opstaan. Ideaal. Maar we krijgen trouwens wel dingen naar onze bakkers geschoten. Dus dat is minder fijn. Oh, fuck. Oh my god. Oh my god. Come on, Mac. Breek hun bakjes. Ik kan wel voor die kringen kon ik wel op een muurtje staan trouwens. Dus dat helpt wel. Instant. Want hij kan moeilijk chargen als ik op een muurtje sta. Zo simpel is het. We daar nog een ding toch? Ja. Ga jij ook maar even dood, vriend. Spider. Hey, extracten. Geef mij die core. Zo doen we dat. Oké, laat de volgende enemy maar spawnen. Kom maar. Duurt lang, game. Duurt lang. Kom op, Mac. Op zijn bakjes. Shield break erbij. Oké, gaan we extracten. Als dat wil. Ja, dat wil ook nog. Uitkijken, want dan kun je niet wat verder gebeurt. Oh, er zijn nu echt van die mooie grote hondjes. Die zijn eigenlijk helemaal niet lief of mooi of groot, maar... Ik snap het wel. Oké, extracted. Nou, Mr. Spider daar. Zullen we even met geel opschieten, dat is misschien makkelijker. Ik blijf de hele tijd springen, omdat ik dan minst snel gehit word. Door, zeg maar, een charge in de dirt op de grond. Dat is mijn idee daarachter. Waar is dat allemaal? Nope, daar is nog een blauwe. Een blauwe spider, die kunnen we instant nakken. Dat is al erg goed nieuws. Hey, come on, Mac. We zijn er bijna trouwens. Deze gaat wel sneller, voor mijn gevoel. Er zal straks nog wel een fight komen, een dead end, maar... Voor mijn gevoel gaat hij wel een stukje sneller. Dus dat is fijn. Nou, Mr. Spider daar nog dood. Die andere bitch nog dood. Geen idee wat de fuck dat is. Volop kreng, maar... Ziet er erg gezellig uit. Kom op, Mac. Raggen op hun bakjes. Yay, Duncan is level 29. Ook nog. Kom er nou ook nog eentje instant extracten? Yep. Nee, dat werkt niet. De ene keer werkt het wel, de andere keer niet. Dat is zo krom. Ik weet niet waar dat aan ligt. Soms dan pakt hij dat gewoon niet. Heel vaag. Kom op. Mooi. Dat was dat. Dat ging redelijk goed. Niks te klagen. Nou weer verder met het jumpen. Wat tot nu toe ook nog redelijk goed gaat. Dat gaat nog wel eens slechter. Hier overheen. Raken we dan niet lezen? Nee, oké. Okay. Hier moeten we tegen de klok in. Nou, dat hadden we net ook. Dat was gewoon elke keer inklikken. Daarna was het double jumpen. Dus ik neem aan. Het hoeft nog niet eens. Helemaal perfect. Dan zeg ik, neem aan dat het daarna ook zo is. Maar dat is nog niet eens zo. Dat was een korte tocht. Daar hebben we weer een arena. Nope! Geen arena. Nice. We hebben maar twee arenas gehad deze keer. De devs waren waarschijnlijk zelf ook van. Meh. Ik vind het nou een beetje saai worden. Het zou heel goed kunnen. Mijn timing is, of course, helemaal perfect. Zo hoort het ook. Oh, kut. Ging bijna mis. Maar ja, timing was perfect. Dan hebben we hier wel een leuke
laser trap. Oh, for fuck's sake. Ik zie in ieder geval wat er moet gebeuren. Die wand moet ons beschermen. Het lijkt als de tering. En wij moeten heel snel over platforms heen kijken. Dus ik ga niet op die laser letten. Ik ga gewoon puur op de platformen letten. En dan komt het helemaal goed. Oeh. Oké. Okay. Bam. Het kwam ook helemaal goed. We zijn er. Vierde verdieping. Overleefd. Improbable. Impossible. Alright, laten we naar de vijfde verdieping gaan. En zijn we dan bij de vijfde verdieping. Ik ben benieuwd wat hierna gaat komen. Dit zal de ultieme puzzelplatformen zijn ook. Ik vond ze al zo makkelijk. Op zich is het wel heel goed in elkaar gezet, kan dat. Maar... what the fuck is dat? Komen ze... oh nee, laat maar. Komen ze nou echt gewoon met nieuwe items aanzetten? Maar dat valt nog mee. Dat is zo'n wand die we al kennen. Niks speciaals aan. Dit valt eigenlijk allemaal nog wel mee. Het is gewoon eromheen springen. Hop, hop, hop. Dit valt serieus nog wel mee. Dit gaat wat moeilijker worden, denk ik. Maar de rest valt allemaal nog wel mee. Oh wel, gewoon midden blijven. Done! Het leek veel erger dan wat was. Hey, hier hebben we nog meer muurtjes. Maar leuk. En natuurlijk enemies. Want waarom niet? Man, shield. Rag hem op zijn bakjes. Fijn. Dit kan ons juist helpen. Ik denk eerst dat die schilden ons gigantisch gaan helpen. Ik kan er makkelijk overheen springen. En de enemy, hun dingen, zoals wat nou net op ons afkwam vliegen. Al die spike shit, die kan ons niet hitten. Mijn stem gaat een beetje dood, zoals je merkt. Dat was minder fijn. Oh, die wanden die gaan wel kapot trouwens. Great. Momek, rag. Oh, for fuck's sake. Dat was goed gemikt van die fucking spin daar. Ga dood, jongen, kudding. Jij hebt een goede aim. Jij doet niet meer mee. Oké, okay, muurtjes, kom terug. Maar ik denk serieus dus dat die muurtjes ons wel kunnen redden af en toe. Het is wel weer cool dat we echt gewoon alle enemies tegenkomen. Dus het heeft ook wel wat die arena's, maar toch. Ik had ze liever iets minder gezien. Persoonlijk. Come on, Mac. Rach hem. Nee, die is ook al dood. Dan hebben we er daar nog één. Oh, die kunnen we in één keer extracten. Dan alleen meneer Geel dan nog. Hallo, meneer Geel. Shield break, zo doen we dat. Mac in, schiet je aan de lucht. Dat is fantastisch, jongen. Echt fantastisch. We hebben ook gewoon altijd van de wereld. Om even casual te staan. Dan krijgen we een spiderbos. Gezellig. Jou heb ik dus niet gemist. Totaal niet. Jij gaat hopelijk dood. Hij ligt op zijn... hij ligt op zijn kop. En laten we eerst die paas eventueel even killen. Dan zijn we daar vanaf. Lijkt me handiger eigenlijk. Even ammo regenen. Maar het lijkt mij veel handiger om even die blauwe te killen. Dan zijn we daar vanaf en we weten zeker dat we geen gekloot hebben van de zijkant. Oké, okay, instant extract. Hadden we misschien op de grote dude kunnen gebruiken? Ik heb geen idee. We kunnen sowieso extract op hem. Kom hier met je core, jongen. Bitch. Bam, zo doen we dat. Zijn we nu klaar met de fight? Was jij de laatste? Is de deur open? Yes. Nice. Zouden we nog een fight krijgen? Ik denk het wel. Ik weet het vrijwel zeker. Maar allereerst... oh my god, nee. Mijn ergste puzzel. Niet hoog springen puzzel. Oh, dat was zo'n ramp, jongen, bij de Warren. Dit ging zo hard mis. En behalve dat moet je dus ook nog snel zijn. Want anders ga je dood die platformen. Geweldig. Oh, kut. En nu... oh, fuck. Oh my god. God, dit is heel wat intenser dan je denkt. Au, 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 au. Dit gaan wij halen. Hoho. Wat voor manier ook. Oh, oké, okay, te enthousiast weer. Ga er met de... dit gaat tegen de klok in. Ah, met de klok mee bedoel ik, sorry. Ik weet hoe wij ze werken. Die daar in de vette, die gaat er tegen. Oké, okay, dus we moeten timing hebben en dan meespringen. Ik zit ook al even te kijken hoe die daarna gaat trouwens, voor de duidelijkheid. Niet denk van wat de fuck ben je allemaal aan het doen.
probeer een beetje te anticiperen wat er allemaal gaat gebeuren. Nou moeten we gewoon de hele tijd hop, hop, hop. Lasers in galop. En dan gaan we hier overheen. Vanaf hier gaan wij heel snel weg. Daar naartoe. En dit ziet er nog interessanter uit. Dit is gewoon nog leuker. Ga gewoon hop. Het lijkt wel op Wipeout, man. Volgens mij hebben ze daar ook inspiratie weer gehaald. Oh, fuck. Die kleine die gaan nog sneller ook. Dat had ik dan weer niet door. Oh, great. Dit wordt ook leuk. Oké, okay, hop. Hoppity hop hop. Au. Daardoor werd ik genaaid. Je mag niet te hoog springen. En dat is gewoon een probleem bij mij. Ik vind het fijn om hoog te springen in die game. Kutzooi. Mijn idee daar was om nog net een beetje langs te gliden en dan dat het goed kwam. Maar helaas. Kijk, want soms kun je dus een beetje glitchy erop zitten. Oké, okay, dan gaan we in één keer dashen. Done. Mooi. Battle Arena. Yep, Battle Arena. Oké. Okay. Weer met muurtjes. Dat is op zich wel fijn. Nou, begin maar. Eens kijken wat voor enemies we krijgen. Wolfjes. Gewoon de simpele enemies. Level 14. Gezellig. Dat stelt niet zoveel voor. Vooral niet voor Mac. Mac die killt die zo. Perfect. En wij ook ondertussen trouwens met de rifle. Geweldig team natuurlijk. Oké, okay, instant. Extract. Kunnen met rood door blijven schieten. Ideaal, dan komt er nog een geel krijgen naar achter. Te zien. Ik blijf zo heel spastisch springen. Puur nogmaals, zodat ik wat minder snel gehit word of gecharged word in dit geval. Want als je door die blauwe. Oeh, door die blauwe gecharged wordt, dan sta je helemaal stil. Dat is mij al de lul. Hier, daar hebben we het al. Oké, okay, instant extract. Zijn we daar vanaf. Come on, Mac. Lekker. Maar daar wil ik dus een beetje voor uitkijken. Oh, fuck jou met je gele dingen. Come on, shield break. Graag hem dood. Lekker. Oké, de enemies komen nu wat sneller door bij deze. We hoeven minder lang te wachten. Dat is op zich wel fijn. Aan de andere kant wordt het een beetje chaotisch daardoor, maar... Op zich heeft het juist ook wel iets dat je denkt van, dat is wel fijn. Oké, gelijk weer een enemy achter ons. Een ander soms sta je gewoon dom te wachten. Oh, ik had blauw niet aan staan blijkbaar. Au, we staan in de fik. Minder fijn. Oh, dat vuur gaat even door die muren heen. Want waarom niet, hè? Logica. Fuck off, vieze rooien. Ga terug naar die vuurtoren. Je hebt geen ziel, jij hoort niet. Oké, okay, nou hebben we alle ginger grappen wel weer gemaakt. Haha, zo grappig ook. Heel origineel. Blijf van... Oef! Die zijn iets groter dan ik dacht. Blijf van mijn fucking hondje af. Kutvolk. Blijf van mijn hond af. Oh, instant. Oh, sowieso. Daar zijn wij vanaf. Fuck, dat het lompe kring, jongen. Come on, Mac. Raag hem als back is. Geef hem ons dolheid. Zijn we klaar? Nee. Nee, nog niet. Mijn stem wordt er niet beter op, zoals je hoort. Komt allemaal goed. Trouwens, deze serie klaar is, heb ik een paar dagen rust. Totdat Forza Horizon uitkomt. Waar ik super veel zin in heb. Echt super veel zin. Dat is voor jullie morgen, in ieder geval. Voor mij ietsje pietje meer dagen. We zijn klaar, goddank. Oké, okay, verder. Zouden we nog een Battle Arena krijgen? We moeten daar aan toe. Ik denk het wel. Helaas. Ik hoop gewoon op een bochtje hierna. What the fuck is dit allemaal? Tennisbaan. Een hele beroerde tennisbaan. Oké. Okay. Hop. Oh, oh my god. Wat? Great. Oh, wat zijn? Nou zitten we vast, maar... Zulke glitches komen vaker voor. Ze zijn behoorlijk irritant. En dan moet je de hele game afsluiten. Dat is behoorlijk hatelijk. Oké, okay, hier gelijk over het tennisbaantje heen. Ik vind dat echt zo'n soort van tennisnet. Ik weet dat tennisnet niet aan de grond is, maar... Ik weet soms wel, maar ik weet niet meer welke spot het is. Oh, dat is voor kinderen, dat kan ook trouwens. Wat voor kinderen is dat ding aan de grond. Oké, dus dit komt in één keer goed. Hier landen we nu eindelijk. Haha. Oké, hier hebben we dus meerdere tennisbanen. Au. Fijn game. What the fuck?
Hoe de fuck deed ik dat? Echt game, hoe de fuck krijg je dat voor me gaan? Maar hier hebben we dus meerdere dingen, daar komt eigenlijk op neer. Die moeten we allemaal ontwijken en dan niet doodgaan. Dat is allemaal heel fijn. Oh fuck, en hier moeten we heel snel weg. Oké, we zijn veilig, dit is een checkpoint. Checkpoint? Nee, oké, geen checkpoint. Daar moeten we gewoon blijven staan. Oké. Dus blijven staan, hop hop. Blijven staan, hop hop. En dan hebben we hier, hop hop, hier overheen. Oeh, dat, ik had dat al verwacht. Ik had al zo'n klein vermoeden, dan moeten we vanaf hier zeker weer. Nee, vanaf hier, oké, goddank. Er was dus stiekem wel een checkpoint. Dat is altijd fijn. Dat was minder fijn. Come on, game. Werk mee, game. Yes, we made it. Haha. Komt, yep, er komt nog een arena. Oké. Het zal de laatste dan zijn, neem ik aan. Daarna zijn we daar binnen. Hebben we ook verdieping nummer 5 overleefd. Het komt allemaal goed. Het einde is in zicht. En niet het einde van de wereld, trouwens. Hoop ik tenminste. Aapjes! Gemist, jullie zijn victors, zijn aapjes. Level 25 ook. Heel mooi. Mac die rachten of een bak is. En dan is ze lekker dood. Die andere is ook gelijk al bijna dood. Gaat lekker. Die andere is ook gewoon dood. Zou fijn zijn als dit gewoon het enige was hier ook. Dat zou best wel awesome zijn. Gewoon, oké, nu is het klaar. Dat was de fight. Dat zou best wel chill zijn. Maar Victor heeft behoorlijk veel aapjes bij zich. Het is ook mooi dat we Victor gekillt hebben. Maar al zijn apenvriendjes niet. Best wel raar eigenlijk. Als ik erover nadenk. Oh fuck. Oké, ik heb geen ammo meer. Geel, come on, ga dood. Au. We staan een fik. Minder fijn. Fucking kutvliegjes, jongen. Oké, waar is Mac? Je mag wel heel even gaan chargen en shit en kapot maken. Oké, dat is goed. Uitkijken voor. Godverdomme, voor dat kutding wat ik zei. Extract. Come on, geef mij die fucking core. Oh, en op dat moment worden we genakt. What the fuck, mijn camera. Op dat moment worden we dan genakt, hè. Die game, af en toe. Die fucking game. Oké, shield break, come on. Pak hem, Mac. Pak hem. Charge shot. Even ammo regenen. Mooi. Ook die is dood. Op naar de volgende enemies. Oké, die is groen. Samen met... Oh god, chrome aapjes. Alsjeblieft niet. Zijn die echt gewoon legit chrome? Chrome is echt zo fucking hatelijk om tegen te vechten in deze game. Gewoon dat je er helemaal niks tegen kunt doen bijna. Dat maakt het zo fucking lastig. Auw, waggle, waggle, waggle. Ik wil niet onder stroom staan, dank u. Ik moet heel even ammo regenen. Oké, die aap is dood. Ja, yep, die zijn fucking gewoon. Fucking great. Beuk ze dood, alsjeblieft, Mac. Mac is daar veel beter tegen. Waarom weet ik niet. Maar Mac killt die heel snel. Want je ziet, ik aim erop. Ik doe af en toe damage, maar echt op kleine delen. Omdat die lui zo corrupt zijn. Dit zijn niet de chrome lui zelfs. Deze zijn deels chrome. Dat maakt het alleen maar lastiger. Maar hij is dood. Dat is het belangrijkste. Staaf af, kut aap. Staff off. Oké, de laatste fucking puzzel. Oh god. Een hele bende tennisveldjes. Oh fucking hell. En toen crashte mijn fucking Xbox ook nog. Dat was helemaal geweldig. Maar eens dik zwart beeld. Uit het niets. Ja, het is heel erg fijn. Maar we zijn terug. We zijn nu bij de Lasers of Doom. Het laatste stukje voordat we daar binnen zijn. En ik zit nog heel even te bedenken hoe we hier voorbij komen. Er is daar een platform, dus dat is goed nieuws. Ik denk dat zo gauw als wij voorbij deze dingen zijn, dat we echt gewoon de kans moeten nemen. Zoals nu. Oh, please haal het. Oh, game. Come on, dat is millimeterwijk. Dat was echt millimeterwijk. Dat was zo lelijk. Oké, hier gauw langs. Even wachten. Hier overheen. Spannend muziekje trouwens. Kijk, vanaf hier moet je ook gewoon zo doen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Hier werkt het prima. Toen we weer terug bij de Laser of Doom, maar... Een stukje naar de Laser of Doom, dat is kut.
Come on. Yes, we made it. Please laat dit een checkpoint zijn. Dat moet toch? Dat moet. Oké, ik zag nou net de markers van de checkpoint. Dat is gewoon verplicht. Als dit geen checkpoint is, dan is het einde van de wereld nabij. Oké. Okay. Oh, come on. Super timing. Super timing. Ik kom daar toch nooit? Hoe de fuck moest ik daar komen? Hoe de fuck moest ik daar komen, game? Oké, nou dit gaat nu voor. Ik ben blij dat het een checkpoint is. En vervolgens vernachtel ik het gelijk. Lekker bezig. Lekker bezig. Oké, come on. Daarop springen. Dank u. Oké, nou die draaiende platformen nog. Dat is perfect zo. Dan springen we vanaf hier daarop. En dan bam hier. Daar naar de zijkant. Oeh, dat is mijn beste kans ook. En we hebben het gehaald. Verdieping nummer 5 overleefd. Dan is er weer een fucking deur. Great. En wat is dat? Top of the tower, we did it. Instant core. 45 cores, level 28. Ik ga super gemeen zijn. Gaan we doen in de volgende en de echt allerlaatste part. Kan niet anders. We zijn bij de top van de toren. We gaan de wereld redden in de volgende video. Maar het scheelt dat het niet zo heel lang duurt, de volgende part voor jullie. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. Zie ik je weer in de volgende en allerlaatste part van ReCore. Laters!